Begin van de maand, begin januari, heb ik toen gezegd van... Nou, ik ga gewoon eens even allemaal achtergrondjes die ik heb liggen die niet af zijn... en stempelafdrukjes die ik al gekleurd heb, gaan we eens even opmaken. Nou, ik ga even kijken dat ik mezelf ook zie dat ik een beeld werk. Ja, dat mag dus iets omhoog. Huppakee, ja. En ik heb nog twee afdrukjes liggen die ik gekleurd heb. Dat is de tulp... En deze, en die passen eigenlijk alle twee erop. Dus daarom zal ik natuurlijk als eerste moeten gaan kijken wat ik wil. En dit is de achtergrond die ik uit de bak heb gepakt. Dus ik heb veel in die bak nog zitten. Dat ga ik gewoon niet redden om dat in januari allemaal op te maken. En heel eerlijk, ik vind het ook eigenlijk wel leuk om weer natuurlijk met wat nieuws aan de slag te gaan. En aangezien dat 30 januari weer een workshop voor mij gepland staat online, werken met achtergronden, jellyplate, et cetera. Ja, dan krijg ik die bak natuurlijk weer gevuld, dus dat gaat hem gewoon niet worden. Maar ik denk, ik ga wel nog een project maken, het vierde project, wat ik me had voorgenomen voor januari. En dan ben ik eigenlijk aan het kijken van, ja, wat ga ik nou doen? Maar volgens mij hoef ik die beslissing nu nog niet te nemen. Want toen ik deze zag liggen, deze afdruk van de Jelly Plate, toen had ik zoiets van, jeetje, hier zit al heel veel in. Hier zie ik al ontzettend veel in. Moet ik daar nog veel aan doen? Ja, moeten, nee. Willen, ja. Lekker makkelijk. Nee, dus ik ga gewoon aan de slag. En ik heb dus nog geen idee wat het wordt. Ik heb me wat verfjes neergezet. Ik heb wat stempeltjes neergezet, wat inkt neergezet. I don't know. Deze gaat absoluut gebruikt worden. Ik ga het zien. Ik weet het gewoon nog niet. Ik denk dat ik hem dadelijk wel al iets kleiner ga snijden. Ik zie nu zelfs nu goed kijk dat er hier ook wat zilver in zit. Dus ja. Oh. Nee, dat hoef jij ook niet. Je moet gewoon je mond houden, Siri. Hup, dan geef je die andere telefoon uit. Zo ga ik gewoon mee beginnen. Ik ga toch nog iets van een stencil aanbrengen. En als ik dat stencil heb aangebracht, dan ga ik met de witte gelpen eens kijken wat er dan gebeurt. En dan nog eventueel stempelen. Dus dat ga ik doen. Ik ga wat meer van de cactus flower, denk ik, aanbrengen. En dat ga ik gewoon met een blending tooltje doen. En gewoon inkt. Even kijken dat ik dat op een paar plekjes aanbreng. Dan krijgen we weer wat meer diepgang erin. Het kan best zijn dat dadelijk nog stukjes wegvallen, omdat ik het wel kleiner wil. Dit is echt een afdruk op een A4. Dit is gewoon 160 grams printerpapier. Dus ik ga hier niet meer met water overheen of zo. Met een techniek waar veel water komt. Want dan krijg ik allemaal bubbeltjes op het papier of eigenlijk blaren. En dan gaat dat waterstuk dus, of dat papierstuk, door het water. Dus dat wil ik absoluut niet. Nou, er zit nu zoveel op die sheet al. Dat ik eens even ga kijken wat het gaat doen. Als ik met witte gelpen. Oh, dat is wel grappig. Die doet het niet meer. Even naar achteren. De volgende. Dit is zo'n product wat ik echt met een aantal tegelijk koop. Dat ik daar echt niet mis wil grijpen, zeg maar. Als je zo lekker bezig bent. Zeker nu niet. Want ja, je moet toch echt een bestelling plaatsen. Hè? Je kan niet zomaar... Nou, ze doen het allemaal. Die ik nu hier heb liggen niet meer goed. Dat is niet de bedoeling. En je ziet het ook nog niet goed. Dus die plaat is nog niet, voor mijn gevoel dan, donker genoeg. Een paar plekken, maar ik moet toch eerst nog wat anders gaan doen. Want dit is nog niet wat ik dan graag wil. Dus ik ga dan met zwart of zo werken. Want ik vind hem wel namelijk mooi. En ik wil niet te veel nog gaan doen. Nu zag ik deze stempel nog liggen van Arbeid Molien. Even wat lawaai maken. Want die had ik nog netjes opgeborgen.
in het zakje. Even kijken. Ik ga voor cijfertjes en niet voor lettertjes. En ik ga hem random op een klein acrylblokje zetten. Omdat ik niet wil dat ik die stempel zo, weet je wel, vol erop heb. En als ik hem helemaal crunchy wil, dan stempel ik hem uit de hand. En daarmee bedoel ik dat ik dan geen acrylblok erachter plak. Dus even kijken wat die gaat doen als ik die toevoeg. Ja, die is wel leuk. En dan denk ik dat ik die lettertjes in het zwart ga doen. Die nog eens overal her en der. Opzetten. Een zwart of donkerblauw. Maar ik denk dat ik wel met zwart aan de gang ga. Want hij heeft echt de achtergrond. Heeft nog wat nodig om tot leven te komen. En als je dit al ziet, dan zie je eigenlijk dat die al voor mij nog gaat afvallen. Dat ik het dan meer richting het paarse nu aan het doen ben. Dus dat gaat dadelijk iets worden met de tulp. Zijn die wat te groot als ik dit in het zwart doe? Ja, dat is mij iets te groot. Dus ik ga gewoon wel naar het zwart overstappen. Even kijken. Dan ga ik wel die andere inkt pakken. Die echt fel is. En dan pak ik mij heel vaak de verse fine clear. Dat vind ik echt heel mooi afdrukken maken. Ik heb hier wat achtergrondstempeltjes van Artstamp. Van ook Carabel. Dat vind ik ook een heel fijn merk. Gaaf, hè? Als je dat zwart erop doet. Hoe dan in één keer weer meer tot leven gaat komen, zo'n plaat. Vind ik altijd wel gaaf. Als je die eenmaal gebruikt met zwart, je helemaal wit, krijg je er toch niet meer. Maar ik haal altijd de restjes dan wel eraf. Omdat je dan de details het mooiste blijft stempelen keer op keer. Dat vind ik altijd wel fijn. Die ga ik uit de hand stempelen. Vind ik ook altijd leuk, alleen ben ik altijd wel de friemel die tekst echt op de kop kan stempelen. En normaal zet ik echt wel aan de achterkant zo'n pijltje met omhoog. Kijk, ik moet dus zo. Dat was me dan alweer gelukt, hè? Dan maar even een gewone stempel afdruk om te proberen, want dat gaat bij mij gewoon echt fout. Kan je wel zeggen, je gaat hem kleiner maken. Dus waarom doe je het dan bovenaan ook? Omdat ik heel vaak dat wat ik ervan afsnijd, dat ik dat toch nog gebruik voor iets anders. Dus ik stempel en werk wel door zoals ik dat dan graag zou willen. Dus dat vind ik dan wel altijd wel prettig. Waar ik nu even naar ga kijken, naar wat crayons. Die heb ik eigenlijk in twee merken. Die heb ik van de Distress. Vind ik heel fijn. Zeker als je met diezelfde kleuren stempelinkt werkt. En ik heb ze van Faber-Castell.
En dan kijk ik ook altijd even naar welke kleuren heb ik erin en wat wil ik eigenlijk. Nou, deze kleur, die zit er zeker in. Je kan het met je vinger uitwrijven. Wat ik wel heel vaak doe, pak ik een babydoekje. Doe ik een heel klein beetje mijn vinger nat maken. En dan wrijft die net wat makkelijker uit. Nou, het voordeel van die crayons is dat het lijkt alsof dat altijd zo op je achtergrond gezeten heeft. Dus dat dat in één keer zo gekomen is met je afdruk. Daarom gebruik ik die heel fijn. Ik vind dat echt, dat wordt meteen echt één met je achtergrond. En toch springt dat er dan, waar je het accent geeft, wat meer uit. Doe ik heel vaak daar de bollen van. Dus ik denk, die wil ik toch wat meer accentueren. Doe ik die ook echt heel vaak met de crayons. Zo. Oh, wacht, dan wordt er gedingen. Ik ga even mijn dochter de deur open doen. Die weet helemaal niet dat ik een filmpje aan het opnemen ben. Dus ik ga er even tussenuit. Ik kom zo terug. Even kijken dat ik mezelf ook weer zie op de iPad. Dat is altijd even zoeken, hè. Maar dat loopt gewoon een aantal seconden achter. Nou, dat duurt nu wel erg lang. Nee, daar zijn we weer. Gelukkig. Oké. Okay. Kijken of ik het goed in beeld heb liggen. Ja, ja. Dus ik heb gewoon even met de crayonnetjes heb ik nog wat accentjes gezet. Dat vind ik altijd wel leuk. En als ze me niet makkelijk genoeg dus uitwrijft, dan pak ik even zo'n babydoekje. Kijk hoe makkelijk dat dan gaat. En dan is het net alsof het altijd hier op die achtergrond heeft gezeten. Dat één wordt met je achtergrond. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg leuk. Dat pakken we niet. We hebben dat. Ik pak de zwarte. Als de wit dan niet goed pakt of ik vind de wit te licht, dan stap ik ook over naar zwart heel vaak. En als ik daar dan weer wit bij doe, dan zie je dat wit wel weer beter, omdat die dan ja, een tegenkleur heeft, wat wel natuurlijk goed is. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dan ga ik nu nog met wat kleinere stempeltjes ga ik wat accentjes zetten. Ik werk ontzettend graag met de achtergrondstempeltjes van Art by Marleen. Er is een set geweest in de vorige release. Daar is deze bijvoorbeeld van. En dan natuurlijk nu die leuke die in de adventskalender hebben gezeten. Dus die gebruik ik ook heel, heel graag. Gewoon even dat die achtergrond wat meer gaat leven. Ik ga er ook nog een tag en zo op doen met de afbeelding. Dus die wil ik dadelijk hier, maar die afbeelding ga ik snijden. Hij mag voor mij iets kleiner. Ik denk dat ik dat nu ook als eerste ga doen. Dat ik beter weet waar ik die stempeltjes moet zetten. Dus dat gaan we maar eens eventjes doen. Hoppakee, snijapparaatje. Ik denk dat ik deze 13 bij 18 snij. Kijk, maar dan valt daar een heel stuk af. Dat vind ik prima, want dat ga ik nog gebruiken. Wordt het dan te klein? 13 bij 18. Nee, dan gaan we hem anders doen. Dan gaan we 15,5 doen. Ja. Kijk, en dit stuk ga ik er dan nog op verwerken. Dat is geen probleem. En waar ga ik iets van afhalen van die kant? Nee. Ik ga het van deze kant afhalen. Dan ga ik dat doen rond de, even denken, ik had hier 15, dus 6 vanaf, dan doe ik dit
Van voor 22, hè. Ja. Doe ik dit op 23 snijden. Kijk, dan heb ik hier ook weer een mooi stukje erbij. Kijk, dan heb ik die al een stuk kleiner. En dan kan ik meteen zien dat ik natuurlijk dat zwart nog wat terug moet komen hier en daar. Dus dat gaan we nou doen. Genoeg leuke stempeltjes, dus ik kan me uitleven zalig. En ook al, ja, ik vind ze echt allemaal wel leuk. En dan mag natuurlijk ook weer niet te veel zijn, want dat is een gevaar. Als je zoveel leuke stempeltjes hebt, en dan moeten we gewoon wat meer projectjes maken. Och ja, we krijgen de tijd wel om, hè. Al heb ik soms wel zoiets van, oké, ik wil wel heel graag weer... Ja, gewoon van die rare dingen doen, wat je eerst heel normaal vond, en wat nu gewoon niet meer gaat. En in het begin van de lockdown, zeg maar, en ook hier nu aan de tweede, deden wij één keer per maand met een ander stel vrienden heerlijk uitgebreid koken. Ja, dat je alles zelf maakt, nieuwe dingen uitprobeert. Ja, en dat gaat nu natuurlijk ook niet meer. Dus er valt nu natuurlijk best wel veel weg. Maar we blijven er gewoon voor gaan, want ik geloof er echt wel in dat we dan vrij snel weer terug kunnen als we gevaccineerd zijn. Dus als we daar niet in blijven gelopen, dan hebben we echt een probleem. Dus daar heb ik echt zoiets van dat gaat echt wel goed komen. En tot die tijd houden we gewoon vol. En dan kunnen we weer andere dingen doen. En volgens mij is het dan ook echt een feestje dan, hè? Wat je eerst heel normaal vond. Als je ging winkelen, even samen even lekker zitten, kopje koffie. Of ja, ik pakte er altijd een heerlijke cappuccino. En natuurlijk hier de beroemde fly kwam er dan bij. Hè? Of als je wat later op de dag ging, dan pakte ik een aperol met een kaasplankje. En dat doen we thuis nu ook, hoor. Ik bedoel, hier maak je het je ook gewoon gezellig. Maar toch, als je dan even op de markt, op het terras kunt zitten, het is toch gewoon leuk. Dus daar gaan we weer voor dat we dat vrij snel terugkrijgen. Ik ga even de molotov pakken. Dus echt dus de acrylverf. Wel even goed shaken. Dus deze, kijk. Dan zie je dat ik heel veel spetter ermee heb. Die zit gewoon onder de spettertjes. Geweldig, hè. En als ik dan dit wil, op stukjes, dan doet die het natuurlijk heel goed. Dat is gewoon verf wat erin zit, hè? Dus die dekt dan... De rest ga ik dadelijk met witte verf en zwarte verf doen. Hier komt dat toch nog overheen. Hey, oh, daar. Een tulpje heb ik weer op de grond gegooid. Die gaan we dadelijk daarop doen. Maar ik denk wel op een tag. Ik denk dat ik hem wel met een tag naar voren ga halen. Dat hij wat meer aandacht krijgt. Omdat ik nu toch wel gekozen heb voor een drukke achtergrond. En ik ga gewoon nog even verder met de drukke achtergrond. Want eigenlijk heb ik wel zin in een beetje shiny. Dus ik ga er toch wat glitters op doen. En Cadence heeft daar een hoop troepjes voor. Fantastische troepjes. Dus dat gaan we natuurlijk maar eens even gebruiken. Niks zo fijn als troepjes. Heerlijk. Meteen dicht doen, hè. Ik heb er dan geen last van dat het uitdroogt. Ik laat het wel niet openstaan. Dus ik pak me iets op mijn kliedermatje. En dan heb ik zoiets van, huppa, meteen even potje dicht. En dan komt dat helemaal goed. Eens kijken met welk stencil ga ik doen. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je dan zoveel stencils hebt klaargelegd dat je nog keuzestress hebt. Het gaat echt nergens over, hè. Dan denk ik, ze zijn toch allemaal mooi, anders had je ze niet gekocht. Klopt. Maar toch, ik heb er last van. Ik vind zoveel leuk, zoveel mooi. Ik durf niet te gaan tellen hoeveel stencils ik heb. Als je deze hobby natuurlijk al wat langer doet, dan ja, dan krijg je best wel wat leuke stencils. En dan ga ik daar eens een beetje van opzetten. Niet te veel. Maar
maar het geeft wel net even dat leuke touch, hè? Vind je dat nu lastig om zowel het stencil vast te houden en dat prutje er lekker op te smeren? Dan kan je natuurlijk ook gebruik maken van de magneetmat. Dat kost dan iets meer tijd, maar op zich is dat wel heel handig dan. Ik had wat te weinig gepakt, dus ik pak wel een beetje bij. Ja, kijk, hier krijg ik dan wat meer, want dan ga ik van de gesloten figuurtjes naar de open figuurtjes. En op de open figuurtjes zorgt dan dat je natuurlijk meer spul op je werk krijgt. Maar wel leuk. Ja, nou, dat ga ik zo laten. Ik leg dat nog even hier neer, want ik denk dat ik nou een tag ga pakken. En dat ik dan lekker, dan moet ik niet met mijn handen daarin gaan hangen. Ja, dat is nog niet droog. Dus dit ga ik laten drogen. En dan ga ik nu eerst even met die tag aan de gang. Dan ga ik eens even kijken hoe ik die ga doen. Want dit vind ik al heel erg leuk. Dus dat ga ik in deel 3 doen. Die is op maat gesneden. Ik ga nu de randjes doen. En ik begin dan mee om het randje te doen met paars. Met de, hoe heet deze kleur? Tisselen. Ze hebben me toch namen voor die kleuren. Even kijken dat ik mezelf zie, dat ik... Yes, daar zijn we weer. Daar ben ik in ieder geval in beeld aan het werken. Ik even de randjes aanzetten. Doe ik met een blending tool en met... gewoon met de inkt, die ik ook al gebruikt heb met stempelen. Of met schabloneren. Dan ga ik daar het randje een beetje van aanzetten. Dat doe ik met draaiende bewegingen. Dat ik niet meteen die aanzet van die blending tool zie. Maar dat dat rustig loopt van donker naar lichter natuurlijk op je werk. Nou, dat mag voor mij nog iets donkerder. Dus wat ik dan doe, dan ga ik gewoon met een beetje zwart... Maar dan ga ik dat iets voorzichtiger doen. Hè? Dus dat het niet natuurlijk over wat ik heb aangezet, het paars. Maar dat ik net en in de hoekjes, dat ik het daar wat donkerder heb. Misschien niet handig als ik het op de kop gooi. Ja. Nu kies ik er toch voor. En je ziet, ik heb dit project dus gewoon nog niet gemaakt. Dus ik ben het nu gewoon aan het doen zoals ik dat normaal ook doe. En ik ga hier toch nog een lijntje trekken. Gewoon lekker uit de hand. Ik doe er altijd twee dan. Hè. En dan is het net of je zo'n swirl er langs trekt. Dan hoeft dat lekker niet recht te zijn, want als het niet recht is, kan het beter helemaal krom zijn. Dat is gewoon dan, vind ik het mooiste. Ik denk dat ik dan wel beter echt zo'n heel creatief randje omheen zetten. Want als het recht moet zijn, dan pak ik ook echt een liniaal. Want uit de hand dat hele rechte tekenen, dat is aan mij in ieder geval niet besteed. Zelf de recht knippen, dan teken ik ook echt met potlood eerst even een randje. Dan gaat het redelijk goed. Maar het liefst doe ik dat dan toch met een snijapparaatje. Nou, die vind ik eigenlijk al prima. Wat heb ik nog gedaan? Omdat het moest drogen. Ik heb gewoon even met die molen te van Orla, daar zit dat acrylverf in. Daar heb ik even her en daar wat stippen gezet. Dus ik heb niet gespetterd. Maar ik heb nu gekozen om een grotere stip te krijgen. En met spetter heb je natuurlijk het fijnere werk. En nu heb ik het grovere werk. Maar dan was ik aan het kijken. En ik denk, wat wil ik nou? Nou, deze er zo op wil ik niet. Die valt me te veel weg. Ik wil hem eigenlijk een accent geven. Nou, heb ik een malletje in het zwart. En als ik er die op leg met deze... Nee, dat vind ik het ook niet.
Nou, ik vind dat gewoon eigenlijk te hard dan. Dan denk ik, dat komt me niet goed genoeg. Ja, het is het gewoon. Voor mij niet. Maar dat is smaak, hè. Dus daar moet je echt mee doen wat je zelf wil. Dat malletje heeft 2 maten. Dus ik heb nu de grootste uit zwart gedaan. En dan zou ik die andere uit ander papier willen doen. Maar eigenlijk wil ik dat doen met wat ik hier al gedaan heb. En dat kan, want ik ga alles afmatten. Dus wat ga ik nou doen? Ik wil dadelijk dat labeltje hier zo hebben liggen. Dus ik haal me dit eronder uit. Ik leg het labeltje zo erop. En ik ga het zo nu door de snijmachine doen. Want ik zie dan straks, dat gaat toch niet meer. Want wat over is, plak ik dan hierop. En dat plak ik daarop. Het gat aan de achterkant, ik mat het af met zwart. Dus ook daar zie ik niet dat ik uit mijn originele afdruk, dat ik daar iets uitgestanst heb. Dus dat ga ik nou even doen. Gestanst. Even het standje er vanaf. Kijk, die past er natuurlijk goed in, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Dit kan nu weg. Nu ga ik wel nog even, ga ik het randje aanzetten, alvorens ik het ga opplakken. Dat vind ik toch wel wat mooier. Die doe ik even snel zo, dat gaat ook, hè. Dat is maar net wat je wil. Dat is een grotere plaat, dus dan vond ik dat het wat meer naar het midden toe mocht. Nou, dit labeltje is natuurlijk wat kleiner. Dus dan doe ik gewoon even het randje. Dus daar hebben we dat. De plaksel, op zich handig, hè? Nou. Dan gaan we die eens op het zwarte standje plakken. Even kijken waar we zitten. Ja, daar. Nou, kijk, en die kan ik dan hierop plakken. Dan zie je eigenlijk van het gat al niets, hè. En dan ga ik dat wel zo proberen te doen, alsof het lijkt dat dit doorloopt. Ja, oké. Nou, ik hoef nu natuurlijk alleen maar echt aan de buitenkant even lijm te doen. Want aan de achterkant heb ik natuurlijk nog niets. En dan laten we die. Oh, wel iets van boven. Zo doorlopen. Nou. En hier heb je dat dan ook. Deze stempel loopt door. Nou, dat vind ik dan eigenlijk wel heel erg leuk. En dan ga ik dat allemaal op elkaar plakken. Die heeft niet goed gezeten. Dat heb ik niet goed gedaan. Ik kan natuurlijk ook beter eerder hem kunnen afmatten. Dat is natuurlijk een heel stuk makkelijker keren. Want je hebt maar een heel klein stukje. Dus dat was niet de slimste zet. Maar zo zie je maar. Ik bedenk me zoiets aan ook als ik bezig ben. Hè. Het is echt niet van tevoren dat ik denk, ik ga dit doen en dat doen als ik zo'n pagina zie. En het is ook een beetje waar je zin in hebt, met welke producten. En dan ga ik pas aan de slag. Maar dat komt wel goed. Die opplakken. Kijk, en nu kan ik hem helemaal aanduwen. Dan plakt hij tenminste helemaal erop. Zo. Dan gaan we die weer op zwart plakken. Dan hebben we het eerste stuk al klaar. Niks zo lekker om zo even lekker bezig te zijn, hè. Ik kan er echt van genieten. Nou, dan heb ik dit stukje al klaar. Dan ga ik eens kijken, die tulp. Die ga ik daarop plakken. Die wil ik er nu ook wel op hebben zitten, omdat ik nu met de afwerking ga beginnen. En niet dat, ja, dat wil ik natuurlijk zien hoe dat met de tulp is.
En aan de hand daarvan ga ik dan weer bekijken wat ga ik er dan nu wel of niet op doen. En ik werk nu wat te veel omhoog, dus we gaan hem omlaag leggen. En daarvoor is het handig dat ik die iPad heb. Eens kijken. Dus dat is wat ik al wil. Die contouren ga ik dadelijk doen. Of dat het nog meer springt. Even kijken wat ik wil. Ga ik mijn reststukjes nog erop doen? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Maar ik wil ook teksten erop. Dus ik ga eens even kijken. Ik hou echt van die stickertjes, hè. Ik vind dat zo makkelijk. Zo fijn. Daar grijp ik altijd eigenlijk naar terug. Ik hoop ook dat daar binnenkort weer nieuwe van uitkomen. Ik hou ervan. Ja. Eens even kijken. When you reach the top, keep climbing. Yes. Die is eigenlijk te lang. Oh, ook daar kijk ik nog heen. Hè. Ik ben erg de friemel eigenlijk. Hè. Dan wil ik daar hier zo'n tekstje of dan moet ik hem uit elkaar gaan knippen. Ach, dat is... Als je niks verloren hebt, kan je het ook niet vinden. Dat is helemaal waar. Dat is één ding nu bij de lockdown. Hè. We zijn weer eens... Wel, al duurt het best wel lang. Maar wel weer echt leren genieten van de kleine dingen. En het gezellig... Het een huis maken en zo, dat je niet altijd weg hoeft te gaan. Dus kleine tekstjes ga ik nou voor. You reach the top. Keep climbing. En even kijken. Ja, the stronger you become, the gentler you will be. Ze moeten ook een beetje bij elkaar passen, althans, ja. Dat probeer ik dan toch altijd wel even te kijken. Ik ging een beetje tekst erop, dat vind ik ook altijd wel heel erg gaaf. Dus dat wil ik doen. Dat ga ik doen. En dan ga ik nu toch... Waar is het snijapparaat? Ik ga nog lekker snijden even. Deze even aan de kant. Want ik had natuurlijk hier... De restjes. En als ik die vierkantjes dan 2x2 ga doen, lijkt me dat wat. En dan doe ik het zwart 2,5. Yes, dat ga ik doen. 2. Oh, en dan kan je veel uithalen. Hè. Vierkantjes snijden. Zullen er toch wel genoeg zijn. Nog eentje voor de zekerheid. En dan moet ik eigenlijk de restjes zwart hebben. Dat heb ik ook. Want ik denk dat dat het mooiste is. Want ik kan natuurlijk ook paars pakken. Nee, zwart. Want het labeltje heb ik ook zwart. Daarom kies ik nou voor zwart. Dan pak ik die 2,5. Is 2,5 te groot dat ik 2,3 moet pakken. Dus even kijken. Gaan we eens even kijken. Als ik dat op elkaar leg. Kijk, dat is natuurlijk best een... Dat is best groot, dus dat wil ik kleiner. Ja, is goed dat ik kijk. En hoeveel heb ik die? Kijk, dat is te weinig, dus dat wordt hem niet. Dus dan ga ik dit niet 2,5 doen, maar 2, dus even kijken. Als ik hem beter aan de andere kant zie... 2,3. Ik denk dat dat beter is.
moet ik toch 2,2 hebben? Gewoon proberen, hè. Gewoon proberen. Dat is 2,3. Dan moet ik wel 2,3 doen. Dat heb ik genoeg gedaan. Ja. Scheef of scheef. Het zou zomaar kunnen. 2,3. Ik denk dat ik die scheef heb neergelegd. Dat vind ik altijd lastig van die apparaatjes. Als je zoiets klein wil doen. En ik heb dit niet in een ponsje. Eigenlijk zou ik dat het fijnste vinden. Hè? Dat je dat fijn in een ponsje hebt. Gaat gewoon ook een stuk sneller. Nee, heb ik niet. Dus dan moeten we zo een beetje prutsen. En dan ga ik hem toch kleiner maken. Want dat is echt te groot. Da, 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 da. 2,3. En daar ook 2,3. Ja, dat is hem. Dus ik ga het gewoon 2,3 doen. En als het niet goed is, dan knip ik hem gewoon met de hand bij. Dat kan ook, hè. Dan doen we dat. Die was echt niet goed. Dat heb ik al vaker gedaan. Dan vind ik dat zo'n gepruts. En ik heb nog niet zo'n klein snijapparaatje. Echt, ja, dat moet ik toch gaan doen. Lijkt me toch wel handiger. Voor die friemeltjes die ik me af en toe bedenk, wat ik dan wil snijden. Nog eentje, hè. 2,3. Yes, dat doen we zo. Maar, oh. Die schrikken nu van mij omdat ik dat snijapparaat wegleg. We gaan dadelijk lekker wandelen. Ja, kijk, dat vind ik wel leuk. Hier en daar zo'n blokje. Zeker ook een beetje van dat kadenspul opzet. Dat vind ik dan ook wel leuk. Nee. Ja, dat is 4. Dat moet ik ook wel niet. Ik wilde dan 5. Dan wil ik gewoon even een beetje omlaag. En kijken of ik dat een beetje heb neergelegd zoals het uitkomt. Een beetje dat ik ook weer die rondjes zie. Dan ga ik kijken hoe ik dat wil hebben. En als ik denk, oké, dat ga ik doen, dan ga ik dat opplakken. En zo kun je gewoon, ja, zo'n art journal pagina echt oppimpen zoals je zelf echt wil. Er zijn zoveel dingen die je nog kunt doen. Alles gaat gewoon niet op één pagina. Er wordt wat veel, maar iedere keer wat anders is wel heel erg leuk. Die doe ik nog niet. Daar wil ik toch nog eerst de randjes even van doen. Maar dat zwart kan ik natuurlijk wel al opplakken. Dat zwart blijft gewoon lekker zwart. En dan ga ik nog wat schaduw maken om mijn tulp. Even die randjes wat aanzetten. Dat vind ik dan toch weer mooier. En nu zit ik echt, als je dan denkt van wat denk je dan aan? Nu ben ik eigenlijk aan het denken, nu heb ik me hier zwarte tags op gedaan. Had ik dat niet beter wit met zwart kunnen doen? Zo ben ik dan aan het denken van, want spreekt dat dan niet meer? Ik weet niet of jullie dat ook hebben als je zo bezig bent dat je eigenlijk denkt van oké, nou heb ik het eigenlijk bijna klaar, maar had ik niet toch dan dit nog even moeten veranderen? Heerlijk, hè? Zo lekker bezig met, ik heb geen idee wat ik ga maken. En tijdens het prutsen komen we er wel achter. Ook op deze dingetjes wil ik nog wat wit hebben.
dat dat toch nog wat meer spreekt. En zo blijf ik dan heerlijk tot ik gewoon tevreden ben. Want ik krijg dat echt klaar om die tekstjes dan nu eraf te halen en daar weer te doen. Ga ik dadelijk even kijken. Beetje keuzestress. Nee, valt wel niet, joh. Gewoon leuk. Eens kijken. Dan pakken we eens de Stabilo. Misschien wel handig eentje met punt. Die hoef ik niet op te schuiven. En die ga ik me dan wel nog een beetje hier langs zetten. Je ziet ook, ik probeer ook heel veel altijd met mijn vingers op zijn art journal pagina uit te wrijven. En als het te droog is, iets vochtig met zo'n babydoekje. Kijk, ben ik daar een beeld aan doen, dat gaat natuurlijk ook wel tijd. En anders gewoon met een penseeltje, dat wordt het voor om die tulp toch. Dan begin ik langzaam in ieder geval door mijn gekleurde afdrukjes heen te komen, dus dat is wel heel erg leuk. Zeker in de zomer, hè, dan kleur ik ook best veel. Dan ga ik lekker in de tuin onder die boom zitten en dan ga ik heerlijk in de kleur. En dan denk ik, oh nee, dat vindt het dan te zonde, weet je wel, om met dat heerlijke weer om dan op de zolder te gaan zitten. En dan kleur ik echt heel veel. En dan heb je nou, ja, heb je daar een beetje profijt van. Of je kan zo'n project doen vandaag eens wat dingetjes op. Die bewaar ik dan allemaal in een mapje. Ik kan dat niet wegdoen, hè. Het penseeltje niet te nat maken. Maar toch geeft dat weer net iets meer. Hier ga ik ook nog een lijntje. Al heeft dat dan een leuk stikrandje natuurlijk, hè. Het zit in dat molletje. Als het nog nat is, dan veeg ik ook wel eens een beetje uit, dat het een beetje crunchy lijkt. En dan echt twee van die lijntjes een beetje over elkaar. Dan weet je dat je dat expres zo gedaan hebt. Zo zeggen, ga hier op die weg waar je 50 mag, rij nog op 85. Het is echt niet te geloven. Dat is echt, hier wordt zo hard gereden. Dan denk ik, waarom? Why? Het scheelt je echt niet veel tijd, hoor. Gewoon lekker relaxed. Nou, dan had ik toen net, was ik al aan het zeggen van, oh, had ik toch niet beter wit kunnen pakken. Dit blokje zit alleen maar zwart. Volgende blokje. Kijk, hier komt ook wit. Even kijk, zet hem niet daar neer, hè. Ik moet hem ietsjes naar onder doen. Jullie zien nou een stuk niet. Dat was niet zo goed voor mij. Nee, ik hou het toch op het zwarte, dus deze plak ik netjes terug. Ik ga hem zo lekker laten. Gewoon even lekker gespeeld en dan heb ik weer een art journal pagina klaar. En je kunt hier natuurlijk nog zoveel doen wat je wil, maar op een gegeven moment denk ik van oké, nou ga ik hier lekker mee stoppen en weer naar een volgend projectje. Ik moet echt nog wat omlaag. Komt allemaal goed. Ja, nou, ik hoop dat jullie dit weer, dat geklieder van mij, leuk hebben gevonden. En ja, je kan door blijven gaan eigenlijk tot je eigenlijk zoiets hebt van, oké,
Ja. Ik vind het nou wel mooi, ook omdat van Cadenza, dat glitterspul wat ik erop heb gedaan, ook daar kan je nog een met lijntjes werken, dat het nog meer naar boven komt. En, maar op een gegeven moment denk ik van, ja, zo vind ik het wel prima. Dit ga ik zo laten. Die ga ik lekker op een wit blad, in mijn art journal, ga ik die lekker opplakken. En eventueel nog wat tekst eromheen. Bijvoorbeeld als dit het blad is van het art journal. Plak ik die zo op. Dan zou ik eventueel hier nog wat tekst omheen kunnen schrijven. En dat is meestal wat ik pas doe en zie als ik dat echt allemaal in mijn art journal ga plakken. Nou, tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie weer een beetje wat dingen gezien hebben. Dat je gewoon moet beginnen en lekker kliederen. En gewoon wat je gevoel je zegt, doe dat. Maar vooral geniet ervan. Want daar gaat het om. Doei!